Een oude bekende liep vandaag richting het trainingsveld, Ismail Aissati. Na zijn intermezzo bij Vitesse en Jong Ajax maakt hij zijn rentree in de A-selectie. Ja, natuurlijk fantastisch. Dat is ook wat ik voor ogen had begin van het seizoen. Toen ik bij het tweede elftal zat. Als voetballer heb je natuurlijk ambities. Mijn ambitie was om zo snel mogelijk bij het eerste elftal terug te keren. Ismail Aissati heeft de laatste maanden, eigenlijk vanaf het begin dat hij bij Jong Ajax heeft getraind en gespeeld, heeft hij gewoon een hele goede indruk achtergelaten. Een goed gesprek mee gehad. En vandaar dat wij hem bij de eerste selectie hebben genomen. Ja, ik feliciteerde hem vanochtend toen ik hem zag in de kleedkamer en ik vind het fijn om hem er weer bij te hebben. Ja, ik ken natuurlijk iedereen al. Je ziet elkaar dagelijks, maar ja, zoals je zegt, de begroeting was vanochtend hartelijk. En is mooi voor mij en ik moet het nu ook gewoon laten zien bij het eerste elftal. Op een gegeven moment de knop omgezet van oké, zo hoort het, zo gaat het. En dat ik nu terugkeer bij het eerste selectie is heel mooi. Dus je hebt karakter getoond? Nee, zeker, absoluut. Kijk, je hebt zat voorbeelden dat de jongens die naar het tweede elftal worden gestuurd, je gaat anders denken, anders doen. Maar ik ben gewoon keihard blijven trainen met Gerry Fink en John Bosman. Dat was een fantastisch duo. Ik had het echt enorm naar mijn zin en ik denk dat dit een beloning voor mij is. Weet je nog wanneer je voor het laatst mee hebt gedaan in Ajax 1? Oh. Nee, het gaat zo snel. Hè? Nee. Dus augustus 2010 tegen Vitesse. Oh ja, klopt. Het was 4-2. Thuisoverwinning. En toen ging ik naar Vitesse. Nee, dat klopt. Ja. Laten we het nu zo zijn dat zo snel mogelijk weer mijn debuut gaan maken dit seizoen. En wie weet zien we van Aissati binnenkort weer momenten als deze. Prachtige lopje. Het prachtige lopje. Aissati